Ik sta hier om u nu uit te nodigen ons te willen volgen in wat misschien wel de zwaarste tocht van ons leven wordt. Tarim, est-ce qu'on appelle? Est-ce qu'on appelle, Tarim? Toi, ta gueule. Going down, 186, going down. Wat is gebeurd? Hel 186, to your heading. Hij heeft geen zin, hij is gek. Heb je hem gezien? Eén grote rookwolk op de stad. Goedenavond. Rond 6:45 vanavond is een vrachttoestel, Boeing 747F van El Al, neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Als het goed is, kijken we nu naar nieuwe beelden die we binnenkrijgen uit Amsterdam. Dit zijn beelden van een amateur. En daar zie je die enorme rookwolken nog. Dat waren de allereerste beelden waarbij de lucht toen nog donkerblauw was. Daar is het gebeurd, waar die knik is. Hè. Er is daar een soort voetafdruk van de flat die daar gestaan heeft. En met één vleugel naar beneden, eentje naar boven, is hij de flat ingedoken. Mijn man en ik gingen op bezoek bij iemand. En we zouden, die avond zouden we niet lang blijven. De kinderen waren alleen thuis. Guillermo was 17, bijna 17. Ik was van 14 jaar. En we gingen weg, niet wetende dat we onze kinderen nooit meer zouden zien. Ondertussen renden er nog mensen op de galerij. Later ook al was er ook een Ghanese mevrouw die de deur van de slaapkamer van de kinderkamer niet open kreeg. En die moest de kinderen achterlaten. En dat beeld dat spookt nog wel door mijn hoofd. Ineens kinderen of kleinkinderen weg. We gingen nog even naar de avondsuper om iets te halen. We rijden daar onder de flat door. En van de andere kant komt dat vliegtuig. Weg. En ik was ook boos op God. Omdat ik zoiets had van... Mijn kinderen waren zo gelovig. Waarom heeft hij die vliegtuig niet... desnoods op die... Waar de metro... voorbij gaat neer laten komen. Hier heb je ook de jaarlijkse herinneringen. Dit is dan die boom die alles zag, ook alles hoorde. Ja, toch even weer denken aan al die mensen die zich die slachtoffer zijn, die kinderen hebben verloren hier. Maar ik denk ook zeker aan die enorme energie, die golf van medeleven in Nederland. Die energie van actievoerders, hulpverleners, onderzoekers. Die allemaal bijgedragen hebben dat ze het goed hebben kunnen verwerken. Ik weet dat ik ze eens weer zal zien. En elke dag dat voorbij gaat, brengt ons dichter bij hen.